Missie Grand Gala. Het is een kick-off van Kitty Kotti. Dat is altijd 1 juli. Dan vieren Surinamers vieren onafhankelijkheid. En dit is eigenlijk een soort kick-off. En hier wordt vooral de Surinaamse cultuur en de klederdracht wordt heel erg in het zonnetje gezet. Mijn rol hier is dus dat ik een beetje een moderne versie laat zien van de kotto. Omdat ik toch gemerkt heb dat heel veel jongeren, sommigen vinden het een beetje oudbollig met bepaalde stoffen. En om het toch voor te kunnen zetten, kunnen we wel af en toe experimenteren. We moeten respect hebben voor de originele dingen, maar er is ook altijd ruimte voor nieuwe dingen. Nou, dit is wel een hele moderne, futuristische kotto. Ze heeft als design wel een originele kot gebruikt. Alleen is er heel veel gekke dingen mee gaan doen met een beetje lace aan deze kant. Ik draag een net panty en eigenlijk een heel stoer jack. Dus totaal niet traditioneel, heel anders. Deze kotto is mijn kotto. Oké. Okay. Ja. Is dit dan echt een traditionele of juist niet? Dit is een, met het beide. Traditioneel en in een nieuw look. Oké. Okay. Ja. Wat voor kotto draagt u zelf bijvoorbeeld als u naar feest of partij gaat? Nou, als ik naar een feest ga, dan is het echt een biggie kotto of fosting kotto. Een hele grote, die vind ik prettiger zitten dan die moderne kotto's. Kotto is een uitvinding van de slaven zelf. Je ziet ook hoe belangrijk het nog steeds is voor deze generatie, ook als er feestjes zijn. Je ziet ook een heel groot gedeelte van de creativiteit van Surinamers. Ja, nee, dit is de laatste hand leggen aan het mooi maken van het kledingstuk, nog mooier maken van het kledingstuk, voordat het podium op gaat. Wat vindt u van die nieuwe varianten van de kotto? Ik vind het heel leuk. Ik vind het mooi dat de mensen tegenwoordig moet iets moderniseren, zoals de kotto vroeg authentiek is en zoals het nu ook kunnen dragen. En dat trekt ook de jongeren aan, die dan misschien ook dan willen dragen zo. Want de meesten vinden dat ouderwets, noem maar op, en zijn niet mee opgegroeid, ze kennen het niet. Maar op die manier zoals zij het heeft ontworpen, is een heel leuk idee. Ja, wat vindt u dan van die nieuwe stijl die er een beetje in komt, de modernisering van de kotto? Nou, bepaalde zijn mooi. Daar ben ik eerlijk in, maar bepaalde denk ik van, het is, ja, de korte stijl is daar helemaal eruit. Want ik vind dat de oude, authentieke, toch erin moet terug, dat je terug het moet zien in een korte. Ik vind het eigenlijk wel iets heel moois. Ik heb zelf mijn roots ook in Suriname liggen. Ik ben opgegroeid en geboren in Europa. Dus het is voor mij eigenlijk, het represent eigenlijk wie ik ben. Een crossover van alles. Ik draag mijn geschiedenis en dat wat achter mij staat. En draag wat ik hier in Europa represent. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Ben ik klaar voor, ja. We gaan ervoor.